Paolo heeft een plan. Het is waarschijnlijk het aanpakken van Bembe. Zeg het maar, Paolo. Zeg het maar. Bicho's gone crazy. Ja, Bicho is achter Bembe aangegaan. Wat een domme man. Wat een domme man. Bicho is toch geen vechter? Bicho is toch geen vechter? Het snelste plek is dan vanaf... Ja, ik denk toch weer vanaf deze checkpoint. Bicho heeft zelf de aanval ingezet op Bembe. Nice block. How many kills he got? How many kills he got? Genoeg. Bicho went after Bembe and disappeared. Maar mogelijk leeft hij nog. Mogelijk leeft hij nog, Bembe. Of Bicho. Als Bicho daar nog leeft en in zijn huis is, dan kunnen we samen Bembe gaan aanvallen. Dat lijkt me verstandiger dan dat Bicho dat alleen gaat doen. Neem de guerrilla paden. En dan gaan wij onze weg zoeken naar Bicho. Search El Rancho Bicho. Bicho, waar ben je, jongen? Bicho! Bicho! You crazy come me up. Hi-fi rifle. Briefje zat, hier is hij. He's not here. Maybe he lives. So, Bembe is buying weapons from the military. Okay. Looks like the handoff was at the rodeo. Bicho. Informatie genoeg. He's giving some bavito off the top, huh, Bembe? I should check that White House. If I find Bembe, I find Bicho. Ja. Be alive, mi socio. Ja, be alive. Dat is wel een handige tip. 1300 meter, het is in de buurt. Dan nemen we de auto. Neem we de tank. Nee, neem de auto. Oi, Paolo. I think Bicho's done something stupid. What's he done this time? He's really going after Bembe. Stupid come mierda. Don't worry. I'll find him before he digs himself too deep. Hurry, Danny. Bicho's no match for someone like Bembe. Hey, Bicho maakt een schijve kans. Bicho maakt geen schijve kans. Tegen Bembe. Als het om een gevecht aan. Jezus. Wat een move. Oh, kip op de weg.
Alle stieren. Ik hoor een telefoon. Zijn die stieren een beetje vriendschappelijk? Waarschijnlijk niet. Ja, Bicho set the bulls loose on everyone. One of them. Keep my distance. Dat dacht ik al. Telefoon gevonden. Maar ik heb ook wilde stieren gevonden. Die niks droppen. Bembe got spooked and killed his buyer. Bicho must have followed him out. Bembe got spooked and killed his buyer. A little maniac sabotaged one of Bembe's black market deals. He let the bulls loose as some kind of rodeo. Pretinga, he's going to get himself killed. I won't let anything happen to him. Wat een domme man. Daar naartoe. Ik heb een checkpoint. Praktisch daarnaast. Dat is lekker. Dat is lekker. Kan ik wel alleen zo'n skere motor meenemen en niet een fatsoenlijke auto, maar goed. Kun je niet alles hebben. In de bovenhoek. We nemen de bovenhoek. Nog een workbench, nou, dat gaan we maar niet doen. Big gun. Ja, zeker een big gun. Veel steen hier. Drop even in de bosjes, dan wordt hij in elk geval niet gezien. Is dat druk, ja. Vier vijanden. Gaat mij niet zonder meer lukken, denk ik.
Nee, het wordt vechten. Ontkomen. Toch snel genoeg gekild allemaal blijkbaar. Dan kunnen we die gast even redden hier. Situation. Shit. Hey you. Get over here. Nog een civilian. Oh god, don't kill me. Easy. Just tell me. Dat is een jonge man. Come through here. Talks a lot. Hair kind of like a pineapple. Yeah. Came in here whiffing a gun around. Told me I had to tell him where my buyer lives. Guy called Bembe. Did you tell him? See? And then the kid ran off. Can you tell me where Bembe lives? Nobody knows exactly where his place is. But it's in Cruz del Salvador, near the border. That's all I know. I swear. Please, just let me go. You can go. Paolo. I know where to find Bembe. Then that's where Bicho will be. Exactly. Sit tight, Paolo. He went to Bicho's villa. Dan gaan we nu toch weer die grot in. Want daar vlakbij gaan wij Bicho vinden. Hey. Dat is some info. Als het goed is. Dat is some info, boeit mij niet. Het is trouwens niet de grof. Het is een gewoon een Aljarans. We are taking over this broadcast of Castillo's lies. This is Clara Garcia and it's time we heard from the real Yara for once. Ja, ik ga wel lopen. Jongen, wat een auto. Deze area heeft niet de beste voertuigen, dat kan ik jullie wel vertellen, dames en heren. Dit is Bembe's villa. Bij een kerk. Heard about this. Looks like Bembe hides out in an old slave shack on a plantation. An old slave shack on a plantation. Er zijn hier geen vijanden. De speciale kerstje zal er wel hierboven zijn. Beneden. Oh, het is een luik. Bicho, what the fuck? Get out of here, daddy. I'm gonna blow this cabron's head off. No, you're not. Oh, I'm not? You don't think I will? Eh? Bicho, listen to me. You thought coming here was gonna fix it all. But it's not going according to plan, is it? What the fuck do you know, eh? I know you're no killer. Look at you shaking. You're a frightened little rat. A pest. A parasite. Yes. You take and give nothing back. Bicho, don't listen to him. That's right. Bicho, just a blood-sucking bug. Whoa. You're not a bug, man. You're not Bicho. What's your real fucking name? You wanna fix something? Pull that trigger. You need to shut the fuck up right now. My name's Boss. Yeah. Okay.
You're Buzz. Your name is Buzz. You're not Bicho, man. You're not a bug. You're Buzz. And I need you with us, okay? Gaan wij Bembe nog aanpakken of niet? Tof wel, Jamako. You're a piece of shit. At least I don't lie to my friends. Not that it matters. But I tried to get Palo off. I really did. En nu dan? Heeft hij niet meer te melden? Oh, hij is ook weg. Hij is ook weg. Hey, Paolo. Danny, tell me Bicho's okay. Si. Dr. Marov doing something really stupid. He's a bit shook, but he's okay. Oh, fuck. Thank God. And Bembe? Still alive. Still a snake. Shit. I was hoping you wouldn't say that. There's always going to be a Bembe, Paolo. But there aren't many Bichos out there. That's when so Bicho nice. Gets back, maybe tell him how you feel, yeah? You could use it right now. I will. I promise. Thank you, Danny. Nanny, how is my patient? Alive. Gracias. And I have another cool scar to show my friends. You joke, Danny. But it's the scars in your head that worry me most. Look, it's not a good situation here. Talia has an infection and we're low on medication. I'm sure Castillo has some to spare. Talia heeft een infectie. En wij moeten helpen met medicijnen vinden. En dat doen wij hier op 3 locaties. Waarvan er 1 is in een checkpoint waar, die ik al heb. Nou, dat lijkt me toch een goede deal. In een checkpoint die ik al heb. Dan gaan we hier even kijken in de volgende video. Graag tot dan. Joejoe.